Goedemiddag allemaal, welkom bij deze lunchlezing, georganiseerd door het Haags Gemeentearchief. We hebben een lunchlezing van een half uur tot drie kwartier. Deze worden live gestreamd en opgenomen, zodat u ze ook nog terug kunt kijken op de website van het Gemeentearchief. Als u eerder weg moet, om wat voor reden dan ook, vragen wij u heel vriendelijk om niet voor de camera's langs te lopen. Er is daar een deur en er is daar een deur, dus probeer daar op te letten. Vanwege datzelfde streamen wat we doen, vragen we u vriendelijk om niet uw vragen tijdens het verhaal te vertellen, maar achteraf te stellen. Want als u een vraag stelt tussendoor, dan hoort het publiek thuis hoort niet wat u vraagt. Dus vandaar. Dit is Nicolette Faber-Wittenberg. Zij is 20 jaar lang mijn collega geweest bij het Haags Gemeentearchief. Tot ons grote verdriet is nog niet eens een half jaar geleden vertrokken naar het Nederlands Instituut voor Militaire Historie, onderdeel van het ministerie van Defensie. Maar buiten dat zij een fantastische manager is, is ze ook een begenadigd schrijver. En ze heeft voor het jubileum van Pulgi, 175 jaar Pulgi, heeft ze een stuk geschreven in het jubileumboek. En is daarmee ook echt heeft ontzettend veel kennis opgedaan over het begin van Pulgi. En daar gaat ze u alles over vertellen. Veel plezier. Dankjewel Wendy voor de introductie. Leuk dat jullie allemaal gekomen zijn. Het is altijd leuk om inderdaad aan mensen iets te vertellen over de geschiedenis van Pulgi. En als je een artikel schrijft, dan moet je je vaak een beetje inperken. En dan is het leuk als je ook een lezing mag geven, want dan kan je net even iets meer nog vertellen dan dat je, omdat je altijd aan een aantal woorden moet houden, dat je wat meer achtergrond kan vertellen. Dit zijn een beetje de punten die ik met u langs wil gaan. Het zijn echt eigenlijk de eerste 100 jaar van Pulgi, met nog een heel klein uitstapje naar wat recenter, als daar tijd voor is. En dus de opkomst van Pulgi, de koninklijke belangstelling die er altijd voor Pulgi is geweest, sociale betrokkenheid van Pulgi, wat heel veel mensen niet zo heel goed weten. Twee mensen wil ik uitlichten, Hendrik Willem-Mesdag en Arie-Marie Luyt. Nou, dat zal blijken als ik in het verhaal kom, waarom ik die twee mensen daar uitlicht. En feest en partijen, wat een heel groot onderdeel was van Pulgi, want dat was altijd wel een beetje hun kernbusiness. En iets over de oorlogsjaren, want ik vind wel, als je gaat schrijven over de eerste 100 jaar, dan horen die oorlogsjaren er ook bij. Dus dat is een beetje wat ik u, waar ik u in ga meenemen in ongeveer een half uur, misschien drie kwartier, maar ik krijg een seintje als ik toch te lang bezig ben. Dus dan zal ik het inkorten en afronden. Den Haag heeft eigenlijk al een hele lange traditie met kunstenaars. En in de 17e eeuw was er al een schildersconferere pictura. Ontstaan uit Sint-Lucas-gilden. Er waren vroeger natuurlijk allemaal gilders waar mensen lid van konden worden. Vermeer was daar onder andere ook lid van. En die organiseerde allerlei kunstbeschouwingen. En ze tekenden naar gekleed model. Want ja, naaktmodellen, dat was in die tijd nog niet helemaal... was not done. En ten tijde van... Oh, heb ik hem niet gestart? Excuus. Dankjewel. Nou deed hij het net gewoon natuurlijk vanaf de... Nee, dat deed hij nu niet. Excuus. Dan gaan we even... Ik heb u wel verteld de thema's, maar ze staan nu nog even in beeld. En schildersconferere pictura, die werd eigenlijk weer opgeheven in de tijden van Napoleon. Want Napoleon, die net zoals omstreeks 1810, moesten heel veel instellingen eigenlijk zichzelf opheffen. En, maar ja, Den Haag bleef toch trekken voor de kunstenaars. En diverse malen werd er weer geprobeerd om toch weer een kunstenaarsclub te gronden. En er was een groep kunstenaars, die kwam altijd bij Hardenberg bijeen. En dat was aan de Uilenbomen. En die hadden uiteindelijk besloten om toch een kunstenaarsgenootschap op te richten. En ook daar hielden ze weer dat tekenen naar gekleed model. En ze hadden zichzelf de naam Assididas gegeven. Kunstbeschouwingen bleven ze doen, want dat vonden ze toch heel erg leuk om elkaars werk te bekritiseren. En uiteindelijk op 23 januari 1847 hadden ze een ledenvergadering.
En daar hebben ze uiteindelijk toch Pulgrimstudio opgericht. En ze hadden toen het doel de beeldende kunst en de belangen der kunstenaars te bevorderen en den kunstzin uit te breiden. En op 19 februari 1847 waren er maar liefst 57 kunstenaars die allemaal eigenlijk dit onderschreven. En het genootschap was toen gegrond. En dat bestaat dus vorig jaar al 175 jaar, dit jaar al 176 jaar. Van dit nieuwe genootschap konden zowel kunstenaarsleden als kunstlievende leden toetreden. Er werd wel geballotteerd. En dat is eigenlijk vandaag de dag nog steeds. Nog steeds heb je dus kunstenaarsleden en je hebt kunstlievende leden. Dus de leden die zeg maar Pulgrim een warm hart toedragen en ook ervoor zorgen dat Pulgrim nog kan blijven bestaan. En ze organiseerden toen kunstbeschouwingen aan de Boterwaag, want ze hadden eigenlijk niet echt een eigen gebouw. Maar daar hadden ze wel ook, konden ze ook wel een sociëteit houden, wat ze ook belangrijk vonden, want ze hielden ook wel van een glaasje. En tekenen deze in de Waagstraat, want ze gaven ook tekenlessen, want daar konden natuurlijk kunstenaars naast dat ze schilderden ook nog wat van mee verdienen. En later werden de tekenlessen gegeven aan de nuts, in de lokale van de nutsschool op het Buitenhof. Ze organiseerden ongeveer zes kunstbeschouwingen per jaar. En het leuke is dat de eerste, als Pulgrim Studio, hè, want daarvoor hadden ze natuurlijk die andere namen, vond plaats in de zaal van de Oude Doelen. En de vele... Hier heb ik nog de boterwagen, excuus. Ik moet wel drukken natuurlijk. En dat ziet u hier in de Oude Doelen. En ook wel eens in de Vrijmetselarij hielden ze ook de kunstbeschouwing. Dus ze zochten elke keer eigenlijk een andere locatie. Dus ze deden het ook bij de Vrijmetselaarsloge, maar ook op de Fluwelen Burgwal bijvoorbeeld. En wat ik ook heb ontdekt, is dat de eerste keer dat ze dat de dames mochten komen bij de kunstbeschouwingen, was pas in 1850. 18 november 1850. Sorry, 15 november 1850 was de eerste keer dat de dames ook daarbij mochten zijn. En de kunstenaars vonden het ook heel belangrijk om hun kunstbroeders te eren als ze een prijs hadden gewonnen of als ze iets anders hadden gepresteerd. Dan vonden ze het heel erg leuk om met z'n allen naar zo iemand toe te gaan. En zoiets viel ook Louis Meijer ten deel. Voor de mensen die denken, wat is dat voor een plaatje voor u? Rechts voor mij, links, dat is een fakkel. Want wat deden ze dan? Dan gingen ze echt in optocht met fakkels, 's avonds naar het huis van zo'n kunstenaar toe. En dan gingen ze daar een aubade brengen. Dus dan gingen ze daar voor het huis van de kunstenaar, namen ze vaak nog een kapel mee van de grenadiers en jagers. En dan werd er echt op de dingen getrommeld en werd iemand gehuldigd. Nou, Louis Meijer die had een Belgische prijs gewonnen. En nou, dat was best wel heel bijzonder. Dus zij gingen ook naar het huis van Louis Meijer toe. En ze waren helemaal opgetogen. En er stonden ook al mensen bij het huis van Louis Meijer. En toen bleek dat het huis naast van Louis Meijer, dat daar een vrouw was die zwaar ziek was. En eigenlijk terminaal, zoals we dat nu zouden noemen. Dus er werd toch wel heel erg gevraagd of ze toch niet zo heel erg veel lawaai wilde maken. Dus het werd allemaal een soort afgeblazen. Maar de voorzitter van Pulgrim heeft nog wel een verhaal verteld. We zijn zo blij dat jij ons hebt vertegenwoordigd in Antwerpen en die Belgische prijs hebt gewonnen. Dus Louis Meijer had toch wel het gevoel dat hij toch wel redelijk goed geëerd was. Nou, Pulgrim mocht zich heel snel, eigenlijk ook toen ze bij Pictura, dus voordat Napoleon het afschafte, mochten ze zich al in koninklijke belangstelling verheugen. En ook nu kregen ze weer koninklijke belangstelling. En wat ik het mooie vond uit dit krantartikel, waar dus daar staat dat hij dus beschermheer wordt van Pulgrim, dat er dan staat dat de koning heeft een rustige nacht doorgebracht. Dus dat in de krant was eerst het belangrijkste nieuws. Bovenaan, de koning heeft een rustige nacht doorgebracht. En daarna was het dan dat hij bij Pulgrim inderdaad is toegetreden. En ik vind het ook wel een hele mooie tekst. Men verneemt dat het zijne majesteit ons een kunstlievende koning behaagd heeft, het beschermheerschap van het schilderkundige genootschap Pulgrim Studio, dat ter deze steden gevestigd is, op zich te nemen. Met deze onderscheiding zal gewis tot meerdere bloei van het genootschap strekken.
Nou, de prinsen van, werden tot erelid benoemd. En eigenlijk bleef het Koningshuis heel erg nauw betrokken. Ook koning Willem III, die vond het ook allemaal geweldig. In 1857 vierde Pulgri alweer zijn 10-jarig bestaan. En in het Dagblad van Zuid-Holland werd dat eigenlijk wel bejubeld. En er werd vol lof over Pulgri geschreven. En ook over het feest wat ze gevierd hadden. En de krant schreef: het was een feest dat lang in ons geheugen zal blijven van een ieder wie het gegeven was het bij te wonen. En die zeker evenals wij met een wens huiswaarts keerde dat Pulgri Studio nog vaak door zijn toenemende vloei en luister getuigenis geven van een edel streven en van de schone band die kunstenaars en letterkundigen verbindt. Op dat moment waren dus eigenlijk vooral kunstenaars en schrijvers lid van Pulgri. In mei 1874, dit is nog het portret van prins Willem-Alexander met zijn moeder. En dit was het 10-jarig bestaan. In 1874 vierde koning Willem III zijn 25-jarig jubileumsfeest. En zijn vrouw Sophia die wilde heel erg graag dat de leden van Pulgri een cadeau zouden maken. En het liefst een boek met tekeningen of iets dergelijks. Nou, dat gingen ze maken. Maar de voorzitter van Pulgri die vond eigenlijk dat je niet kon maken om de koningin iets te geven, terwijl de koning beschermheer was en dat hij dan niks zou krijgen. Dus ze vroeg aan de kunstenaar Jan Gerard Smits, waar ze al meerdere werken van hadden aangekocht zelf. Die had ze aangevraagd dit te organiseren. En hij zei tegen de voorzitter, zei van ja, je kan toch niet maken, hè? Alleen aan de koningin, niet aan de koning. Dus toen heeft Jan Gerard Smits een soortgelijke schilderij, dit is niet het schilderij, maar een soortgelijke schilderij gemaakt, wat hij aan de koning heeft overhandigd. Dus de koningin kreeg alleen de tekeningen en de koning kreeg een schilderij, haan met een aantal kippen en kuikens, scharnet in het stro. Dus dat was echt de titel van dat schilderij wat hij kreeg. Ik heb dit plaatje een beetje als, is dit ook van Gerard Smit, een beetje als idee erbij gevoegd. En kort na de inhuldiging van Wilhelmina, dochter van koning Willem III en koning Emma, schilderde Willy Martens haar statieportret. En dat was een statieportret wat naar Batavia ging, naar het paleis te Weltevreden. En dat was niet zo raar, want Willy Martens was zelf geboren in Semarang. En het leuke is dat dit soort dingen dan ook, dus dit soort portretten werden dan ook geëxposeerd bij Pulgri. Nou, Pulgri had dus op dat moment nog niet echt een eigen plek. En wat deden ze? Ze kochten of ze huurden in het Hofje van Nieuwkoop met kegelbaan in Den Haag. Want dan konden ze tenminste ook een beetje, en de tuin, en dan konden ze toch een beetje wat beter uitpakken. En op dat moment konden ook acteurs en muzici en architecten als lid toetreden. Ze hadden eerst alleen de schrijvers en de kunstenaars. En nu mochten dus ook andere disciplines lid worden. In 1869 wordt Mestig lid van Pulgri. En zoals ook wel vaak gezegd wordt, achter elke man staat een sterke vrouw. Dat gold ook bij Mestig. Mestig had eigenlijk altijd al belangstelling voor kunst. Maar hij moest in het bedrijf van zijn vader. Bankwezen vond hij eigenlijk niet heel erg leuk. Maar goed, er moet geld op de plank. Hij ontmoette Sientje Mestig van Houten. En die hebben we hier. En die trouwde. Ze kregen één zoon, Klaas. Maar die werd maar 8 jaar. En toen de vader van Sientje overleed, erfde ze een enorm bedrag. En op dat moment hebben ze besloten om zich te wijden aan de kunst. Want er was nu uiteindelijk natuurlijk geld nu voor. En van alles uitproberen. En ze gaan actief schilderen. En ze gaan veel naar Oosterbeek. Wat bekend staat als de Hollandse Barbizon. En later verzamelen ze ook eigenlijk allemaal de Franse Barbizon. Want daar hebben ze ook interesse in. En tijdens dat hij in België ook aan het schilderen is,
ontmoet hij de Vlaamse Alfred Verwee, ook een kunstenaar. En daar heeft hij veel contact mee. En dan gaan ze op een gegeven moment gaan ze dus heel veel verzamelen. Hij heeft een huis aan de Laan van Meerdervoort. Daar bouwen ze een zaal bij en daar gaan ze eigenlijk hun eigen collectie onderbrengen. En dat hij lid werd van Pulgi, was eigenlijk een beetje... Ja, mensen waren daar niet zo heel blij mee bij Pulgi, want ze vonden het maar een matig schilder. En, maar hij dacht, ik ga meedoen aan een wedstrijd. En ik ga een schilderij van de zee indienen. Le Brison de la Mer du Nord. Nou, zijn goede vriend Alfred Verwee uit België zei van, nou, doe dat nou niet. Want dat is nou niet echt een onderwerp wat je daarvoor in moet sturen. Maar goed, hij is eigenwijs, hij stuurt het in. En hij wint dus de gouden medaille met dit schilderij. En het bleek dat er meer mensen dus zeegezichten hadden ingediend. Alleen zijn schilderij is echt verkocht op dat moment. Nou, toen had hij eigenlijk voor zichzelf duidelijk dat hij wel zeeschilder wilde worden. Dus hij ging ook naar de eilanden en hij heeft zich helemaal toen op het schilderen van zee en uiteraard later op bomschuiten en natuurlijk het panoramamestag gestort. En, maar goed, terug naar Pulgi. Het hofje van Nieuwkoop werd eigenlijk al heel snel te klein. Want Pulgi wilde toch wel, nou, ze kreeg natuurlijk steeds meer leden, ze wilde grotere feesten en ze wilde eigenlijk ook een eigen tentoonstellingszaal. Want tot dan toe werd er eigenlijk alleen maar 3 keer per jaar van de overheidswegen werd er een tentoonstelling georganiseerd met hedendaagse kunstenaars. Maar ja, zij wilden ook gewoon vaker kunnen exposeren of andere dingen kunnen exposeren. Dus ze kopen uiteindelijk de Prinsgracht nummer 57 en ook een paar panden daarbij, waardoor ze dus ook eigen tentoonstellingen kunnen gaan organiseren. En ze konden daar ook lekker feesten vieren. En echt ongeloof, pas in 1893 waren daar ook vrouwen bij welkom bij deze feesten. Ook daar deden ze weer aan kunstbeschouwingen. En ze zochten op een gegeven moment ook weer actief naar kunstlievende leden. Want ja, er moet ook natuurlijk wel hier en daar geld in het laadje komen. En nou, er werd veel geëxposeerd. Vooral door Hendrik Willem Mesdag als zijn vrouw en hun eigen collectie. En dat kwam eigenlijk ook omdat Mesdag sinds 1889... Echt ongelooflijk, hè? Eerst wilden ze hem niet hebben en toen is hij gewoon voorzitter geworden en dat een hele tijd gebleven. En ook nog eerder voorzitter. En wat zij wel deden was daar geld voor heffen. Dus we zien hier ook 25 cent, 10 cent. Er waren matinees, je kon een doorlopende kaart kopen, je kon een ochtendkaart kopen, een middagkaart kopen. Dus er werd wel geld voor geheven. Op een gegeven moment zijn ze ook... Na hun eigen tentoonstellingen van eigen kunstenaars zijn ze ook andersoortige tentoonstellingen gaan organiseren. En mis ik kennelijk een dia, maar goed. Dus bijvoorbeeld ook met muziekinstrumenten of andersoortige tentoonstellingen. En, maar ja, met de ambities van de voorzitter voldeed deze locatie eigenlijk ook helemaal niet meer zo heel lang. Vond hij het eigenlijk ook allemaal weer te klein. En, maar goed, het 50-jarig bestaan wordt nog wel gevierd. Maar dat doen ze dus niet in het pand aan de Prinsgracht. Maar ze doen dat dus in de grote, mooie Moorse paleis van de Haagse Dierentuin. En... ook hier kunnen we, ja, het is een beetje lastig hier te zien, maar ook daar kunnen we weer zien dat inderdaad weer het Koninklijk Huis weer de beschermde vrouw is. Ja. De koning regentes op dat moment is dus inderdaad beschermvrouwen. De feesten die Pulgi toen ging organiseren waren voornamelijk ook... feesten gewoon van als er iemand jarig was. Maar ook, ze deden aan tableaux vivants. En tableaux vivants waren eigenlijk soort uitvoeringen
dat ze een schilderij nadeden. Dus dan gingen ze die kostuums aantrekken. En dan deden ze, het waren vaak bijbelverhalen of het was een schilderij van Rembrandt. En dan gingen ze daarmee staan en dan een soort standbeeld. En dan was het soort, ja, hadden ze dat uitgebeeld. En wat ze dan deden was het ook nog opvoeren daarna voor het publiek. En het geld wat ze met het, van het publiek kregen, en dat is een beetje die sociale kant die ik van Pulgri dus wilde belichten, is dat ze dan het geld dat ze daarbij ophaalden aan goede doelen gaven. En een van de dingen was dat ze een ondersteuningsfonds hadden voor de weduwe en wezen van dus kunstenaars. Maar daarnaast hadden ze ook bijvoorbeeld al eerder bij twee watersnoodrampen. Eentje op 5 maart 1855, waar de dijken in Nederland doorbraken. En bij de watersnoodramp in 1861, waar de Bommelerwaard en het land van Maas en Waal overstroomden vanwege ijsgang in de Waal. En het leuke is ook dat van de laatste verloting, want heel vaak lees dan ook nog een verloting, dat kunstenaars dus een schilderij inbrachten, om niet. Dat werd dan geveld en die opbrengsten gingen dan ook naar dit soort goede doelen. En van die verloting van 1855 is bekend dat het toen, en dat was toen best een hoop geld, ruim 2400 gulden opbracht. Dus hier zien we ook het plaatje van hoe dan zoiets eruit zag. Zo'n opstelling waar dan de veilingen plaatsvond. En dit is ook een plaatje van de gotische zaal. Ja, achter het paleisje, wat op de hoek van bij de Kneuterdijk zit. En of tegenover het Noordeinde. Dus dat was echt wel best wel hele grote happenings. Wat ze ook deden, en dat vind ik zelf ook wel heel apart, is dat ze bijvoorbeeld toneeluitvoeringen deden. En er was er eentje van, bijvoorbeeld de bruiloft van Cloris en Roosje. En Cloris en dat is eigenlijk een verhaal van Busiot. Die heeft dat ergens rond de eind 17e eeuw, begin 18e eeuw geschreven. Het is een klucht. En hij werd in 1707 voor het eerst opgevoerd. En waar ging het nou om? Door dit, zeg maar, als toneelstuk uit te voeren, dan kon je een beetje een hak nemen van wat er het afgelopen jaar gebeurd was. Dus eigenlijk was het een soort oudejaarsconferentie zoals we nu kennen, maar dan in de vorm van een toneelstuk. En, maar goed, ze zaten ook nog steeds aan de Prinsgracht. En ik zal zo vertellen waarom, maar dit was de laatste tentoonstelling die ze op de Prinsgracht hebben geëxposeerd. En dat was van een meubelfabriek. Dus daarom zeg ik ook van, ze hadden ook andere soort tentoonstellingen. Maar dan wel weer in combinatie met werken van Theo Hoytema, die dus hele prachtige affiches natuurlijk ontwierp, onder andere. En dus dat was wel een combinatie. Nou, waarom was nou dit de laatste tentoonstelling? Mestdag, die zakenman, die dacht, ja, die Prinsengracht is wel leuk, maar eigenlijk wil ik nog wel groter. Dus die besluit om het pand van minister Tienhoven te kopen. En hij legt dat aan het bestuur voor, zegt hij. Maar hij had het lang aangeschaft. Maar goed, het bestuur had toch zoveel vertrouwen in de voorzitter dat ze zeiden, oké, dat kunnen we doen. Alleen, ze wilden ook het koetshuis erachter dan ook meteen gaan verbouwen tot tentoonstellingszalen. En daarvoor hebben ze toen obligaties uitgegeven. En het wordt gezegd dat ook toen het Koningshuis een obligatie heeft gekocht. En daarnaast hebben ze 50.000 gulden toen destijds weer aan schilderijen kunnen verkopen. Weer dat kunstenaars allemaal iets inbrachten en dat allemaal gekocht is. Dus daarmee konden ze het Pulgri Studio echt groots meteen aanpakken op het lange verhoud. En wat ook heel belangrijk was, daar kon ook echt nu een goede sociëteit geplaatst worden. Want ja, dat was ook heel belangrijk, want ze hielden nog steeds van een glaasje. Hier is een beetje die sociëteit te zien. En dus het was gezellig, er werd gekaart, er werd gepraat, er werd gediscussieerd, er werd wat gedronken. Dus het was toch een hele gezellige boel. Wel weer vooral eerst mannen.
Ik ben alweer een heel stel verder. Nou goed, ze waren toch wel heel dankbaar voor van Willem dat hij dat dus toch voor elkaar had gekregen. Dus ze hebben voor hem een huldeblijk gedaan. Er is een tentoonstelling geweest. Hij heeft uiteindelijk dit was de huldiging vanwege het feit dat het langer verhoud dus van Pulgi was. En ze mochten ook hun zilveren huwelijksfeest weer vieren daar in Pulgi. Nou, u ziet al, met al die grote planten en noem maar op, hoe belangrijk dat eigenlijk was. En het mooie was ook van deze locatie, dat er dus niet alleen weer tentoonstelling van eigen leden plaatsvonden, maar dat ze ook zeg maar in de soort verhuur konden om anderen een podium te bieden. Maar dat liep echt uiteen van bloemen tentoonstellingen tot dit soort meubel, modern kinderspeelgoed tentoonstellingen, maar ook tentoonstellingen van verschillende landen. Dus het was echt wel een bruisende sociëteit, zoals we dat nu noemen. Dus een bruisend Pulgi. En dat trouwens, wat ik nog vergeet te vertellen, bij die huldiging was er ook weer geld ingezameld. En dat had Mestdag bestemd voor de verpleging in Scheveningen. Dus dat was natuurlijk ook weer ook weer een goed doel. Dan kom ik op Arie Marie Luyt. Ik heb hem al even genoemd. En wat ik heel leuk vind, is dat Arie Marie Luyt, die is gevraagd destijds om voor het eeuwfeest van 1913, hè, 100 jaar onafhankelijkheid, om dan iets te maken wat dat zeg maar tot uitdrukking zou brengen hoe belangrijk dat is. Hij heeft toen in Pulgi Studio heeft dus allemaal mooie aquarellen gemaakt en die zijn in Pulgi Studio als een panorama opstelling opgehangen en dat besloeg de periode 1200 tot 1913 en het is eigenlijk een soort geschiedenisboek. Een soort door de geschiedenis heen. Alle belangrijke gebeurtenissen, die heeft hij dus allemaal opgetekend en uitgevoerd. En het mooie is dat dus de feestcommissie, die dus eigenlijk de echte feest moest gaan organiseren, die schreef dus in de krant, en dat is niet heel goed te lezen, ik lees even een stukje voor. De optochtcommissie hoopt natuurlijk dat het niet tot een optocht op het papier mogen blijven, maar dat door algemene personele en financiële medewerking dit prachtjuweel van een betoog in september van dit jubeljaar in werkelijkheid door de straten van de residentie zal trekken. Nou, dit is gebeurd. Er is echt een bonte stoet van kunstenaars, van acteurs die zich allemaal hebben verkleed in al die kostuums die ook door Luyt zijn opgetekend. Dus waar u hier ook een aantal voorbeelden van ziet. En ook de praalwagens zijn helemaal nagemaakt. De Koninklijke Schouwburg heeft toen daar zijn deur voor geopend. Want die had hoge deuren, waardoor het ook binnen, net zoals zeg maar voor het bloemencorso, wat ze nu doen, die dingen gemaakt konden worden. En het leuke is dat er dus ook foto's van zijn. Dus dat we ook hebben kunnen zien dat die wagens ook echt, dat de werken in het echt ook zo zijn uitgevoerd. En waarom ben ik daar zo enthousiast over? Wendy vertelde al dat ik natuurlijk bij het Haagse Gemeentearchief lang heb gewerkt. En wij hebben dus deze tekeningen ontdekt in de collectie. En bij elkaar kunnen brengen, want het zijn allemaal verschillende formaten. En we hebben ook dus een keer al kunnen exposeren. En het mooie is dus dat je inderdaad dan ziet dat een archief wat dat betreft heel mooi is. Dat je dus ook nog eens bewijs hebt, omdat je ook weer de foto's hebt, dat het ook echt zo is uitgevoerd. En andere archiefstukken die dat natuurlijk ondersteund hebben. En dit is eigenlijk een beetje wat ik wel met Pulgi verband houdt. Want Arie Marie Luyt was lid van Pulgi. Jan Franke, die zeg maar in die feestcommissie zat, die was lid van Pulgi. Dus het heeft allemaal wel connectie met elkaar. En het was echt een indrukwekkende stoet die toen door Den Haag trok. Die heel veel bekijkers heeft gehad. En een mooi moment. Nou, Pulgi die ging gewoon door met natuurlijk feest vieren en noem maar op. En ook nog steeds weer met een sociaal gezicht. En deze tentoonstelling die werd eigenlijk georganiseerd omdat
de Eerste Wereldoorlog was uitgebroken. En Wilhelmina, die had zich initiatief genomen. Die had gezegd van, we moeten iets doen. Dus er komt een koninklijk nationaal steuncomité. En die moet de leniging van de nood als gevolg van de buitengewone omstandigheden gaan ondersteunen. En Pulgi heeft toen ook weer, dat is op deze koers te zien, voortouw genomen en weer iets georganiseerd. Weer met kunstenaars die weer een schilderij hebben ingediend. Zodat er weer wat geregeld kon worden. Nou, niet alleen heugelijke momenten werden door Pulgi uitgebreid gevierd. Maar ook als er iemand overleden was, dan gingen ze met een grote groep echt naar de begrafenis of naar de begraafplaats. Ook als iemand een jaar overleden was of 2 jaar overleden was, om weer een krans te leggen. En dus er was ook wel heel veel in die zin saamhorigheid. Dus echt bij lief en bij leed. En dus dat is gewoon heel mooi om te zien. Hier zien we ook zo'n kranslegging. En dus het was inderdaad wel een hele hechte kunstenaarsclub. Ja, de andere kant was natuurlijk weer de feest naar partijen. Dus op 22 maart 1919 was er weer een groot feest. En de krant schreef erover: Pulgi heeft dit jaar weer ingezet met een klinkend schilderfeest, cabaret. Er was een keur van mooie gewaden op het gecostumeerde feest. De wanden zijn door van der hem en sluiter mooi versierd. Dat was dus met deze. Dit zijn zeg maar de schetsen van wat er in het groot is uitgevoerd. En met karikatuur van de schilders en van anderen, zelfs haar hals werd beetgenomen. Nou, op deze eerste plaatje is het bestuur te zien. Met Jan Toorop en Frits Jansen en Jan Becker. En onder andere. En het is ook wel een beetje een tekening van de tijd. Hè? En op deze is het wel heel grappig. Daar is Piet van der Hem ook op te zien. Maar daar loopt. Daar ga ik nu wel even naar het scherm. Deze meneer, Peter Meijer. Dat was de gérant van Pulgi. Dus degene die altijd in de sociëteit bediende. En meneer Peter Meijer, die heeft 35 jaar daar gewerkt. Met heel veel, dat hij heel veel mensen heeft ondersteund en bediend en noem maar op. Maar die ging met pensioen na 35 jaar. En het grappige was dat dan ook zo iemand weer. Ja, ik vond het heel apart om te lezen wat hij dan meekreeg. Nu die na 35 jaar met pensioen ging. Hij kreeg sowieso een boek met alle handtekeningen. Nou ja, goed, dat zie je wel vaak op receptie, dat mensen allemaal tekenen als ze geweest zijn. Maar hij kreeg ook een salonameublement aangeboden. Nou, dat vind ik toch wel bijzonder. En het bestuur van Pulgi, die zegt hem een jaarlijkse gratificatie toe. Dus eigenlijk een soort pensioen. En het personeel, tot slotte. Die waren, nou ja, ik weet niet, misschien was het toen wel heel duur, maar daar kreeg hij een zilveren potlood van. Dus hij werd wel goed bedacht. Nou, hier zien we inderdaad de directeur van het Frans Hals Museum, die houdt dat schilderij vast. Dus het was allemaal wel een beetje een beetje de draak met mensen steken. Maar het zijn wel hele leuke. Het geeft wel een beeld van hoe er inderdaad hoe die wanden dan versierd waren. Ik heb straks ook nog wel een paar foto's daarvan van een ander feest. Ook hier konden we zien dat inderdaad het Koningshuis weer dingen ondersteunde. Er kwam een in memoriam tentoonstelling van Jan Toorop. En dan gaf iedereen zich weer vanuit het Koningshuis. Die zei weer van, nou ja, ik ga dat weer als beschermvrouw. En de prins die wilde beschermheer zijn. Dus zo bleef het koningshuis heel erg betrokken. En is ook niet heel verwonderlijk. Wilhelmina was eigenlijk zelf ook best wel een begnaagd kunstenares. En die is ook uiteindelijk in 1932 kunstenaarslid geworden van Pulgri. En dat vond ze was wel voor haar toen een kroon op haar werk.
Nou, hier zien we het Bulgarije met 85 jaar bestaan. En eigenlijk is dit best wel een beetje een saaie bedoeling. Want de meesten waren heel uitbundig wat we gezien hebben aan feesten. En deze mensen zijn toch een beetje... Dus ik denk dat het echt puur bedoeld was om even een portretfoto te maken. Maar heel veel feestfoto's heb ik hier niet van kunnen vinden. Nou, toen kwam inderdaad een beetje kwamen in de jaren dat het richting de oorlog ging. En in Bulgarije werden dus lezingen verzorgd over ja, wat te doen als er wat gebeurt. Hè, hoe kunnen we onszelf weren? Hoe kunnen we ons veilig voelen, veiligstellen? Nou, helaas, dit was... moet ik even kijken hoor. Dit was dan op 14 maart 1940. Nou, we weten natuurlijk dat in mei 1940, hè, de slag om de residentie. Dus toen barstte het hier al los. En het mooie is dat natuurlijk hier in Ypenburg is het ze gelukt om de Duitsers nog zo lang tegen te houden dat Wilhelmina, die eigenlijk niet wilde, maar toch kon vluchten naar Engeland. Maar helaas, ja. Ook Bulgarije die ontkwam niet aan nou ja, ook een beetje niet zo'n fijn gezelschap wat daar vergaderde of anderszins. Onder andere de Stichting Winterhulp Nederland. En dat ziet er allemaal best wel heel erg sociaal uit. Maar het was eigenlijk een organisatie, een nationaal socialistische organisatie, die tijdens de Tweede Wereldoorlog alle maatschappelijke hulpverlening, die eigenlijk door de overheid, particulieren of kerkorganisaties werd gedaan, naar zich toe trok. En eigenlijk daarmee nou niet zo'n hele vrolijke club was. Nou, er werden ook in Bulgarije kameraadavonden gevierd van de NSB. Ja, dat was toch een beetje nou ja, discutabel. Maar ja, het was natuurlijk voor de kunstenaars een hele lastige keuze. Want bij het uitbreken van de oorlog hadden ze zich eigenlijk wel een beetje verenigd van, ja, we willen onze zelfstandigheid behouden. En, want we willen echt helemaal geen zin in om daar naar de Nederlandse Cultuurkamer lid te worden of wat dan ook. Maar in 1942 werd eigenlijk het bestuur gedwongen om zich toch daartoe, nou ja, daartoe te keren, zeg maar. Daarbij aan te sluiten. Dus Willy Sluiter kon eigenlijk niet anders dan, nou, hij moest eigenlijk in functie blijven. Dat was ook een voorwaarde. Dus samen met een aantal kunstenaars die niet hadden gezegd, wij willen er echt niks mee te maken hebben. En, maar ik snap dat ook wel, want als je geen lid was van die kamer, dan had je ook helemaal geen spullen. Dus dan had je eigenlijk geen doeken, geen noem maar op. Want dat blijkt ook uit de advertentie uit de residentiebode over de distributie van schilderslinnen. Zij die geen lid zijn van de Federatie van Beeldende Kunstenaarsverenigingen dienen zich te wenden tot de Nederlandse Cultuurkamer, welke toestemming kan verlenen voor het betrekken van eenzelfde hoeveelheid gedurende dezelfde periode. Dan hebben we het over schilderslinnen. Dit betrof dus de kunstenaars die hun lidmaatschap hadden opgezegd. En degene die wel waren gebleven, die kreeg gewoon automatisch nou ja, schilderslinnen en konden eigenlijk redelijk hun kunstenaarschap blijven uitoefenen. Dus dat was, ja, dat is natuurlijk een hele moeilijke keuze die je dan moet maken. Nou, Wilhelmina die vond het allemaal niks. Dus die heeft uiteindelijk besloten om haar lidmaatschap op te zeggen. Wat natuurlijk best wel een beetje lastig was voor Bulgarije. Maar goed, zij vond toch wel dat eigenlijk... Nou, zij vond het eigenlijk gewoon dat de Duitse periode eigenlijk niet te verantwoorden was. En het heeft 20 jaar geduurd voordat eigenlijk haar kleindochter weer beschermvrouw van Bulgarije is geworden. En dat is tot op de dag van vandaag nog steeds. En het gekke is dat Churchill, die ook kunstenaar was, die heeft eigenlijk vlak voordat Wilhelmina haar lidmaatschap opzei, heeft hij zich dus ingeschreven bij Bulgarije. En daar hebben we ook de kaart van. Hij is niet geballotteerd, hij mocht gewoon meteen zich inschrijven. En dus ze hebben nooit van elkaar... Dus denk dat hij niet heeft gerealiseerd in wat voor een Duitse periode Bulgarije had gezeten. Dus Wilhelmina zei op en hij werd lid. Nou, hier zien we ook dat ze elkaar wel ontmoeten.
Churchill en in dit geval aan Juliana een bezoek. En prinses Juliana. En wat ook wel apart is, dat ondanks dat Wilhelmina dus haar lidmaatschap had opgezegd. Oh, hier hebben we nog een beetje zijn kunstenaarsleven. Ik ga even heen en weer, want ik heb ze omgedraaid. Dat Willy Sluiter, die dus die voorzitter was, die moest blijven. Dat hij wel in 1948 alweer een portret heeft mogen schilderen van Juliana. Dus hoe erg bekoeld was de relatie? Nou, na de Tweede Wereldoorlog pakken ze eigenlijk de draad weer op in Pulgi. En gaan ze toch weer aan de slag om er bovenop te komen. Er worden weer kunstenaars lid, er worden weer kunstlievende leden lid. En uiteindelijk in 1947 wordt ook het 100-jarig bestaan weer groots gevierd. En daar heb ik een paar foto's van, want dat is toch nog steeds een rode draad bij Pulgi, de feesten en partijen. Dus hier heb ik een paar voorbeeldjes van de versierde zalen. En u kunt zien dat het best wel heel erg groots was. Nou, in 10 jaar later vieren ze ook weer weer een jubileum, zal ik maar zeggen. En dan is het toch een beetje van een andere orde. Het wordt vooral een soort dansfeest. En, maar elke artiest die zich geroepen voelde, die mocht daar wel bij komen. Mocht wel zeg maar, daar optreden en zo. Maar het was toch wel van een hele andere orde dan in het feestje van 10 jaar daarvoor. Nou, ze pakten inderdaad de draad ook weer op met externe tentoonstellingen. Dus, u snapt wel waarom ik deze heb gekozen, omdat ik natuurlijk nu bij Defensie zit. Militair en Palet, dat werd eigenlijk elk jaar herhaald. Dus elk jaar hadden ze daar een soort wedstrijd voor. En wat ook wel heel leuk is, dat toen het 150-jarig bestaan was van Pulgi. Toen hebben ze hier in het atrium, misschien heeft iemand van u het ook wel gezien, hebben ze ook een soort panorama met elkaar gemaakt. En hebben wij inderdaad bij het Haagse Gemeentearchief ook een tentoonstelling daar aangeweid. Ik kijk even hoe ik in mijn tijd zit. Oké. Dan gaan we toch nog een klein beetje naar inderdaad wat recenter. Pulgi heeft ook een aantal, nog steeds, maar had ook prijzen, ook zelf. Ze hebben bijvoorbeeld de Jacob Marisprijs in het leven geroepen. En die aan Haagse kunstenaars uitgereikt moest worden. En dat was in de categorieën schilderkunst, tekenen, beeldhouden. En de eerste uitreiking was aan Jan Goeting. En een aantal jaar is hij ook bij Pulgi uitgereikt. En in 1950 was dit dus het winnende werk. En mensen vonden dat echt helemaal niks. Er werd het werd als een kindertekening en dat kan iedereen toch. En dat was echt een hele ophef. Maar het gekke is dat niet veel later er opeens in 1990 Ouborg zijn eigen Haagse Stadsprijs kreeg. En dat is iets wat bij het Kunstmuseum in Den Haag wordt uitgereikt. En het is verzorgd door de stroom. En de eerste winnaar was de filmer Frans Swartjens. En later, het tweede jaar, was dat Wil Bouthoorn. En de laatste winnaar was Jeroen IJsinga. Maar goed, dat zijn allemaal maar namen. Maar dat is wel leuk om te zien dat inderdaad ook verschillende soorten disciplines die prijs konden winnen. Wat er nu nog is van Onderen de Voogdprijs. En die was bedoeld om het belangen te behartigen van de zusterstichtingen en financieel bij te dragen aan projecten, waaronder op cultureel gebied in Den Haag en Rotterdam. En die is nog steeds elke najaar, ik weet niet of je wel eens bij Pulgi bent geweest, maar in de najaarssalon van Pulgi, in de grote zalen, is er elk jaar dus een prijs. En een prijsgeld van 5.000 euro. En ze krijgen dan ook de 3 genomineerden krijgen dan ook een tentoonstelling zelf. En dan hebben we ook nog de Jacob Hartogprijs. Ik zal eventjes hier zo, dat was van Onderen de Voogd. Jacob Hartogprijs.
En dat is door een liefhebber van kunst en lid van Pulgi Studio is die in het leven geroepen. En die wordt juist weer uitgereikt op de zomer, op de voorjaarssalon. Nou, dat was een beetje waar ik het over wilde hebben. En dan heb ik alleen nog eventjes een slotwoord. Want ik vind het echt heel, heel mooi dat eigenlijk Pulgi ervoor heeft gezorgd dat de opbloei van de Nederlandse schilderkunst vanaf de tweede helft van de 19e eeuw tot bloei is gekomen. En de tradities die ze hadden met Pulgi, met al die feestenpartijen, noem maar op, die worden eigenlijk nog steeds nageleefd, alleen in een andere vorm. Dus niet meer met de tableau vivants en niet meer met de fakkeloptochten. Maar er is nog steeds een samenhang. En de samenhang is nog steeds dat kunstenaars en kunstlievelingen kunnen elkaar gewoon ontmoeten, kunnen discussiëren, kunnen van elkaar leren, kunnen ook naar elkaar luisteren. Dus het is een hele belangrijke plek ook waar stromingen in de kunst tot bloei kunnen blijven komen. Omdat het natuurlijk ook elke keer nieuwe aanwas is. En ik ben er echt van overtuigd dat Pulgi deze rol ook gewoon in de toekomst nog zal blijven vullen. En ik nodig u van harte uit om echt een keer daar ook te gaan kijken. Want het is echt de moeite waard. Dank voor uw aandacht. Dankjewel, Nicolette. Interessant verhaal. Ik vraag me af of er nog vragen zijn in het publiek. Ik zie daar een hand. Ik ga naar u toe. Dan kom ik daarna bij u. Moet ik altijd even omlopen? Ik ga even een beetje uit het licht. Oh nee, ik moet daar blijven staan. Ik heb drie opmerkingen. Ja. De eerste over de Jacob Maris-prijs, ja, die gewonnen werd door Aalborg met die zogenaamde kindertekening. Dat was geen prijs van Pulgi Studio, maar van de gemeente Den Haag. Ja, dat is het eerste. Ja, tweede opmerking die ik wilde maken was het feit dat koningin Wilhelmina afscheid nam van Pulgi in verband met zijn oorlogsverleden. Daar behoorde volgende toelichting bij dat de cultuurkamer die had bepaald dat kunstenaars die geen lid werden van de cultuurkamer hun beroep diep in mochten uitoefenen. Het verschil tussen kunstenaars en Wilhelmina was in dit geval dat de kunstenaars moesten over het algemeen in die tijd kon dat nog daarvan leven van hun werk. En als de cultuurkamer bepaald had dat je niet meer je beroep mocht uitoefenen en ook niet mocht exposeren, dan had je geen inkomen voor je gezin. Het gevolg was dat een groot aantal kunstenaars van Pulgi Studio toch gedwongen werden op die manier lid van de cultuurkamer te... Ja. Heeft u ook een vraag? Dit was... Nou ja. Ja. Oké, dank u wel. Dank u wel. Ik zag nog ergens anders. Ja. Heel erg bedankt voor deze hele bijzondere lezing over Pulgi. Het is een gouden plek in kunstwereld Den Haag. Helemaal aan het begin van de presentatie liet u schilderij. Ik ben even de naam vergeten van de kunstenaar. Het was iets met Smits. Ja, Jan Geert Smits. Met de kippen, ja. Ja. U gaf aan dat het niet zijn schilderij was dat aan koning Willem III was gegeven. Ja. Is dat ene werk verloren gegaan? Ik heb het niet kunnen vinden. Ah, oké, okay, ja. Op die manier. Dus het kan wel best zijn dat het gewoon bij het Koninklijk Huisarchief in het archief zit. Ja. Maar het staat dan in ieder geval ook niet op hun website. Het is dan niet zeg maar gepresenteerd. Okay, dus daarom heb ik gezocht naar een alternatief. Want ik vond het wel een heel mooi stukje van de geschiedenis. Dus ik dacht, ik wil wel een soort, nou ja, in ieder geval een indicatie geven van hoe het eruit gezien zou kunnen hebben. Ja, helder. Ja. Dank u wel. Ja, dank u wel. Zijn er nog meer vragen? Ja. Moment, ik ben zo bij u. Zo, ja. Die prijs aan Mesdag, waardoor die opeens op de kaart kwam, die kreeg hij toch in Frankrijk? Was het nou een Franse prijs of een Nederlandse of Belgische prijs? Nee, het was Frans. Een Frans, ja. Daarom was het ook Le Brisant de la Mer du Nord, had hij het genoemd. Ja, ja. En daar is trouwens nog een mooi verhaal over, want ik weet niet of jullie Johan Poort kennen. Johan Poort was de grote Mesdagkenner. En hij heeft toen heel veel verzameld. Op een gegeven moment dacht hij Le Brisant de la Mer du Nord. Maar die was, als je de boeken moest geloven, was die kleiner.
En uiteindelijk heeft hij dus het andere stuk ook gevonden. Dat bleek dus inderdaad een soort stuk afgesneden en apart ingelijst. En hij heeft ze dus weer bij elkaar laten restaureren en weer bij elkaar gebracht. Waardoor het nu weer als één Le Brisson de la Mer du Nord weer compleet is. Hangt dat niet in het museum in Parijs? Nee, als het goed is niet. Nee. Nee hoor, volgens mij niet. Volgens mij is het teruggekomen naar Nederland. Ja. Ik heb ook nog één kleine vraag, Nicolette. Ik hoop dat je het weet, misschien niet. Sinds wanneer mochten vrouwen lid worden? Ja, dat heb ik wel erg staan. Volgens mij had ik wel inderdaad heel goed dat je het zegt. Is natuurlijk zo'n mannenclub. Ja. Dus mijn geëmancipeerde hart wil dat dan toch weer weten. Ja, snap ik. Oh, dat vind ik wel mooi. Mevrouw zei net, nu zijn er meer vrouwen lid dan mannen. Kijk, we komen er wel. Het duurt even, maar we komen er wel. Nee. Oh, ja, maar ik weet ook niet of het gunstig is. Volgens mij 1893 uit mijn hoofd. Oké, dus het is wel ook tijdens het voorzitterschap van Mesdag. Ja. Ah, interessant. Volgens mij wel. Zijn er nog vragen? De Joodse kunstenaars, waar zijn die gebleven? Ongetwijfeld ook geweest zijn bij Pulgi. Wat er met de Joodse kunstenaars gebeurd is. Dat schrijft de geschiedenis, maar gemakshalve niet. Nee. Maar dat is niet iets wat ik specifiek onderzocht heb of zo. Nee. Er is... Er is namelijk een boek al, een heel boek geschreven over... door Dick Brongers over de 1940-1945. Dus dat ga ik dan natuurlijk niet nog eens overdoen. Nee. Niet onbelangrijk. Nee, dat ben ik helemaal met u eens. Maar het is 175 jaar geschiedenis. Dus heel rijk. En die arme Nicolette moet dat in 3 kwartier... Nou, nog niet eens. In 1/2 uur tot 3 kwartier samenballen. Ik denk dat we dit af gaan ronden. Ik zie geen echte vingers meer. Hartelijk dank voor jullie aanwezigheid, Nicolette. Dank je wel. Ik heb nog een cadeautje voor je. Oh jee. En ik weet, dat is altijd leuk als je samengewerkt hebt... dat je niet echt een bloemenmens bent en ook niet heel erg van de wijn. Dus ik heb maar gezellig een chocolaatjes voor je gehaald. Oh, wat lief. Dankjewel. Graag gedaan.